Door de grote bezoekersaantallen tijdens de vierdaagse feesten trokken in de afgelopen jaren veel taxichauffeurs van buiten de regio naar Nijmegen. Deze chauffeurs waren vaak niet bekend met de snelste route, wat leidde tot langere ritten dan noodzakelijk. En bovendien hanteerden zij vaak woekerprijzen. Verenigde Taxibedrijven Nijmegen, de gemeente Nijmegen en Stichting de Vierdaagse Feesten vonden dat hier verandering in moest komen. Tijdens de Vierdaagse zijn officieel geregistreerde taxis duidelijk te herkennen aan een sticker op de voorruit. Deze sticker heeft als doel om de kwaliteit van de taxidiensten te verbeteren. Nou, de problemen waar we bij voorgaande jaren hebben meegemaakt, dat hier heel veel taxis van buitenaf kwamen. Die niet de weg kenden in Nijmegen. Die gingen omrijden, woekerprijzen vragen. En uiteindelijk hebben we gewoon initiatief genomen vanuit de VTN in samenwerking met de gemeente Nijmegen en de Stichting Vierdaagse om iets op de markt te gaan roepen, zodat wij gewoon dat soort dingen gewoon uit de weg te werpen. En daarom zijn er nu stickers in het leven geroepen. En met deze stickers kunnen klanten de taxis herkennen en hun ervaringen en suggesties delen via de QR-code. Ook mogen alleen deze taxis op de bekende standplaatsen staan. Daar hebben we het over 5 standplaatsen in Nijmegen. Station, Bisschop Hamerstraat, Smitjesstraat, Plein 44 en Hertogstraat. Daar mogen alleen de keurmerkstickers van ons binnenkomen rijden. De anderen die geen sticker hebben, die zijn niet daar welkom. En om hierop te handhaven worden er verkeersregelaars ingezet op deze standplaatsen. Op andere standplaatsen in de stad zijn taxis zonder sticker nog wel welkom. Nee, de boete kunnen ze daar niet voor, daar gaan ze niet voor geven, want taxi is gewoon in principe Nijmegen is gewoon een vrije markt. Die kunnen gewoon buiten onze standplaatsen overal gewoon staan, waar het eigenlijk daarvoor bestemd is of toegestaan is. Maar op de standplaatsen wordt ze alleen toegelaten op het moment dat ze van onze keurmerk hebben.